Goedemorgen en welkom bij YouTube kanaal Kruipersnoek. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik op de rivier gevist heb. Maar dat gaat vandaag veranderen. Het belooft een prachtige herfstdag te worden. Dus ik denk, kom op, ik pak de auto, ik rijd 85 kilometer en inmiddels ben ik aan het water. Hier achter me. Er is één klein probleempje. Ik ben op een deel van de rivier terechtgekomen waar ik nog nooit geweest ben. Ik weet hier niets van. Maar ja, afslag gemist. Ik heb shads bij me. En creature baits voor de sea rig. Dus ach, wat kan me gebeuren. En eigenlijk is het wel leuk. Vissen op totaal onbekend water. We gaan zien wat er gebeurt. Het lijkt hier Paaseiland wel. Maar dan met betonijzer. Maar binnen een kwartier ben ik al 3 sheds kwijt aan de stenen. En niet dichtbij op de stortstenen, maar gewoon 1 meter of 20 uit de kant. Nou ja, relax blijven en doorvissen. Ik heb het nog een kwartiertje geprobeerd op deze stek, maar die gaat het ook niet worden. Het stroomt hier zo verschrikkelijk hard dat 20 gram niet genoeg is voor mijn shedje vanaf de kant. En dat drillen op deze stenen, nou, dat zie ik eigenlijk ook niet zitten. Hier stroomt het wat minder hard, maar ja, ik zie me op mijn leeftijd niet op zo'n schuin kantje staan drillen. Dat vragen om problemen, zeker als je alleen bent zoals nu. Verder zoeken dan waar. Laat ik het hier proberen, op een strandje dacht ik nog. Nou, leuk hoor. Bij de tweede worp mijn shed kwijt. Muurvast aan de stenen. Ik moet hier weg. Ver weg. Ik ben nu een uurtje of twee aan de rivier. En ik heb 3 soorten stekken gevonden. Stekken waar je niet bij kan. Stekken waar je je nek breekt op de stenen. En de mooiste stekken. Maar dat zijn de stekken waar je niet mag vissen. Schiet niet op zo. Ik ben een uurtje bezig op een andere stek. En ook hier kan ik niks vangen. En dan te bedenken dat ik 20 jaar aan de rivier heb gewoond. En altijd leuk gevangen heb. Maar hier is het anders. Ik kan de kribben niet bereiken. Want die staan onder water, door de waterstand. En tussen de kribben is het heel ondiep. Met overal losse stenen, wat er ook niet leuker op maakt. Nou, dat betekent dat ik in de auto moet stappen. En verder moet gaan zoeken. Valt niet mee dat rivier vissen, althans hier. Het weer is prima. De kleur van het rivierwater is prima. Het stroomt lekker. Maar ik vang niks. Nou, dat kan maar 1 reden hebben. Ik ben gewoon op de verkeerde plek. Het valt ook niet mee hoor, om een goede stek te vinden op de rivier vanaf de kant. Een bootje is dan een heel ander verhaal. Maar ja, het is nou helemaal niet anders. Ik ga weer een paar kilometer rijden. En ja, dat wordt dan de laatste kans voor vandaag. Tot straks. Op de rivier is het niks meer geworden. Ik kon geen stek vinden die naar mijn zin was. En nu ben ik op de randmeren, vlakbij huis. Ja, niet de makkelijkste stek natuurlijk vanaf de kant, zullen we maar zeggen. Maar ja, je moet toch wat, hè? Als de poldersloten nog niet gemaaid zijn. Overal staat nog riet. Nou, proberen maar hier. Thank you.
stekkerd. Hij heeft zijn best gedaan, flink gevreten de afgelopen weken. Mooie dikke vis. Lekker volgevreten. Hij ziet er prachtig uit. Terugzetten wordt even lastig. Want die kant is hier, nou, op zijn zachtst gezegd, onbetrouwbaar. En nog terug. Eén keer ben je een halve dag aan het zoeken op de rivier en dan vang je niks. En dan nu de tweede keer, binnen een kwartiertje, twee snoeken. Ja, dat is roofvissen. Zo hoort het te zijn eigenlijk. Klein visje, maar die is altijd lastig te haken. Deze heeft mijn duim te pakken gehad. Nou ja, het zij zo, het mag terug. Ik heb 2 dagen gevoerd, maar ik ben toch bang dat het meeste opgevreten is door deze jongens. Thank you.
Tot nu toe is het heel taai vanmiddag. Ik ga het hier proberen. Nooit eerder geweest. Maar ik kwam er toevallig langs. Het ziet er wel goed uit. Let's go. Zware snoek, 90 centimeter, 92 om precies te zijn. Lekker dik, goed volgevreten. Ja, dit zijn ze. Hier gaat het om, snoekvissen. Dit zijn de vissen die je aan een licht spinhengeltje wil vangen. Super! Ik ga hem nu terugzetten.